Pijnlijke avond voor PSV. Kansloze nederlaag aan het begin van de Champions. Teleurstellende start voor PSV in de Champions League. Teleurstellende start voor PSV in de Champions League. In een zware tegenslag voor het Nederlandse team PSV Eindhoven begon het Champions League-seizoen met een duidelijke nederlaag tegen Juventus-Turin. De wedstrijd vond plaats in het Allianz-stadium in Turijn en eindigde met een schokkende uitslag van 4-0. PSV toonde in deze wedstrijd geen noemenswaardige prestaties en moest zich duidelijk gewonnen geven. Al in de eerste helft werd duidelijk dat PSV moeite had om zich tegen de Italianen door te zetten. Juventus nam vanaf het begin het commando op het veld. Een vroeg doelpunt van Dusan Vlahovic na een nauwkeurige pas zorgde voor een onmiddellijke achterstand. De verdediging van PSV kon de toegang tot de aanvaller niet voorkomen wat wees op een aanvankelijke onzekerheid en gebrek aan afstemming in de verdediging. Gedurende de eerste helft vonden de spelers van PSV zelden de weg naar de aanval. Zij probeerden weliswaar met af en toe een tegenslag gevaar te creëren, maar deze snelle aanvallen bleven zonder succes. De defensie van Juventus leek zeer stabiel en gaf nauwelijks kansen weg. PSV-trainer Peter Bos gaf na de wedstrijd aan dat zijn team overbelast was door de uitdagende omstandigheden en de hoge druk die Juventus uitoefende. Na de rust verscherpte Juventus de druk nog verder. In de loop van de tweede helft wist Fabio Miretti de voorsprong uit te breiden naar twee doelpunten, wat de kansen van PSV op een ommekeer verder verkleinde. Ondanks de pogingen om het tijd te keren, bleef het Nederlandse team grotendeels passief en efficiënt in de aanval. Een volgend doelpunt van Arcadius Milik en uiteindelijk een eigen doelpunt van PSV maakte de frustrerende avond compleet. De toeschouwers in Turijn waren enthousiast over de voorstelling van hun team, terwijl de PSV-fans teleurgesteld en gefrustreerd naar huis gingen. Deskundigen wezen op het feit dat PSV tijd nodig heeft om zich aan het niveau van de Champions League aan te passen. De nederlaag tegen Juventus. Kan dienen als een harde les om gedurende het seizoen te groeien en de uitdagingen van het Europese voetbal aan te gaan. Hier is die overzetting des tekstes af Nederlands. Alles samengenomen blijft te hopen dat PSV van deze wedstrijd leert en zich in de komende wedstrijden van de Champions League beter presenteert. Deze nederlaag is een gespannen teken dat de weg naar succes in deze prestigieuze competitie hobbelig kan zijn. Veel ogen zijn nu gericht op de komende wedstrijd tegen de volgende tegenstander, waarbij een beter resultaat wordt nagestreefd. Auteur Anita Vaken, dinsdag 17 september 2024.